Oh, er begint even een kind te huilen hier. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik heb de afgelopen tijd echt bizar veel kerstinkopen gedaan. Je kunt ervan denken wat je wil denken. Ik weet Sinterklaas moet nog komen. Maar ik ben nou eenmaal en ik blijf nou eenmaal een echte kerstfreak. En aangezien ik dit jaar echt helemaal op mezelf woon, wil ik een hele grote kerstboom. En die kerstboom moet gevuld worden. Ik kan wel wachten totdat de kerstperiode officieel begint in Nederland, maar dan zijn de meeste leuke dingen al weg. Dus vandaar dat ik alvast heel veel kerstinkopen heb gedaan. Deze video wordt gesplitst in twee, dus ik kan niet eens alles laten zien vandaag, want dan wordt die echt bizar lang. Morgen komt hiervan een deel 2, maar vandaag is het eerste deel en ik ga jullie gewoon mijn kerstinkopen laten zien. Ik ben naar verschillende tuincentra geweest en naar verschillende kerstmarkten. Ik zou niet meer weten wat van waar komt en hoe en wat. Ik zou wel de prijzen opnoemen. Wellicht dat je het tegenkomt in het tuincentrum bij jou in de buurt. Dat je denkt, oh ja, dat is iets wat Jill ook had. Ik moet zeggen, veel van deze dingen verkopen ze bijna bij elk tuincentra. Dus ga zeker even op pad als jij ook op zoek bent naar deze dingen. Goed, ik ga hier niet een al te lang verhaal aan breien. Laten we maar gewoon snel gaan beginnen. En oh ja, by the way, deze oortjes die ik op heb, die heb ik gekregen toen ik op persreis was in Disneyland. Ze horen dus niet bij de shoplog, maar ik vond ze wel leuk om even in het thema te blijven en deze op te zetten bij deze shoplog. Oké, een van de eerste dingen waar ik tegen het lijf aan liep was deze boomschors kerstboom. Zoals jullie weten hou ik heel erg van hout. Dat zijn ook mijn kleuren dit jaar. Mijn kleuren zijn goud, bruin en hout. Dus veel van die kleuren kun je terugzien in deze shoplog. Deze vond ik wel heel erg toepasselijk om bijvoorbeeld op tv-meubel te zetten. En hij was maar 4 euro. En toen bedacht ik me, hey, deze heb je misschien ook wel bij de Action of zo. Maar dan zal die ook rond deze prijs zijn. Dus ik heb hem gewoon direct meegenomen. Ik vind hem heel erg grof doordat het houtschors is. Ik vind hem gewoon super tof om op mijn tv-meubel te zetten met kerst. Oké, en dan natuurlijk kerstballen. Die kunnen niet ontbreken. Ik heb bruine kerstballen en gouden kerstballen. Ik heb verschillende tinten bruin, zie ik nu. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg, want dat is alleen maar leuk. En ik heb verschillende tinten goud. Dit zijn twee grote kerstballen. Deze waren €4,29 per stuk. En dan heb je 8 kerstballen. En omdat ik zoveel mogelijk houttinten in mijn kerstboom wil, heb ik ook deze aangeschaft. Dit zijn rendierhoofdjes. Het zijn er, even kijken, het zijn 6 rendierhoofdjes die je in de kerstboom kan hangen. En deze kosten €2,89. Ja, ik vind het gewoon super lief en leuk. Ik vind rendierhoofdjes sowieso altijd iets heel erg kersterigs hebben. En echt gewoon heel erg leuk. Dus deze heb ik ook zeker meegenomen. En dan heb ik ook nog deze aangeschaft. Dit is een kerstboompje met sterretjes eraan. Ik vond het zo schattig. En ook weer hout. Weer een andere kleur hout dan bijvoorbeeld die rendierhoofdjes. Maar dat vind ik juist leuk als er zoveel mogelijk verschillende dingen in de kerstboom hangen. Oh, er begint even een kind te huilen hier. Deze was 99 cent, dus daarvoor kon ik hem zeker niet laten liggen. En ja, schattig. Nou, goed, ik ga gewoon door. Dan heb ik nog twee van deze. Deze had je in 3 verschillende soorten, zeg maar. Je had dan een ster, een rendier en ook nog een kerstboom, dacht ik. Maar omdat ik al een kerstboom had, heb ik deze twee meegenomen. Deze liep ik eigenlijk al vrij snel tegen het lijf. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Omdat het over boomschors is en een beetje hout en nou ja, oké. Okay. Deze was 79 cent. Beide per stuk. Vind ik ook heel erg schattig. Ik ben heel erg benieuwd hoe mijn kerstboom er in totaal uit gaat zien. Maar ik heb dus veel van die frutseltjes. En ja, ik vind deze super leuk. Dan heb ik hier nog een doosje met bruin tinten. Hierin zitten hartjes, sterretjes en kerstbomen. Deze heb ik bij verschillende tuincentrums gezien ook. Deze vind ik echt heel erg mooi om in die bruin tinten weer verder te gaan, zeg maar. Deze was €4,49. Dat is best wel prijzig. Maar sowieso zijn kerstballen over het algemeen best wel prijzig. Maar dit soort dingen zijn ook minder snel breekbaar. Dus als je deze laat vallen, dan gaat het niet zo snel kapot. Nog iets, ik heb gekozen voor glazen kerstballen, want ik weet zeker dat ik daar anders commentaar op krijg, omdat ik natuurlijk een puppy heb met kerst. Maar ik zet de kerstboom volledig af, zodat Pip daar niet bij in de buurt kan komen. Want ik ga dit jaar ook voor een echte kerstboom en vorig jaar had ik een neppe. Ik ga voor een echte, omdat ik dat gewoon al heel erg lang wil en omdat ik dat echt het ultieme kerstgevoel vind. Maar ik zet hem dus compleet af, want ook die naalden zijn giftig en heel erg pijnlijk als een pup dat in haar pootjes krijgt. Ik ga er gewoon voor zorgen dat Pip überhaupt niet bij de kerstboom kan komen. Dus dan kan ik
dergelijke. Gewoon breekbare dingen in de kerstboom hangen. En als er iets kapot valt, dan is dat niet zo erg. Maar ik vind glazen ballen nou eenmaal mooier dan plastic. Deze kunnen wel een keertje stuiteren, zeg maar. Dan heb ik echt een mega mooi uiltje gekocht. Dat was deze. En hij is een beetje kopergoud. Dat vind ik ook wel een tint die bij bruin en goud hoort. Met veertjes. En er zit hier een diamantje op. Ik vind deze echt prachtig. Hij was €3,79. Dat is voor één uiltje. Dat is inderdaad heel erg duur. Maar ik vond deze zo mooi dat ik hem gewoon mee wou nemen. Ik ben er heel voorzichtig mee. Want ik wil niet dat die veertjes zometeen eraf vallen of wat dan ook. Dan vind ik het gewoon echt heel erg zonde voor mijn geld. Ja, ik hou sowieso wel van uiltjes. Maar ja, deze vond ik extra bijzonder. Dus die moest ik gewoon meenemen. Dan heb ik nog sokken gekocht. Want deze kon ik gewoon niet laten liggen. Het zijn anti-slip sokken. Op de onderkant staat Merry Christmas. En aan de bovenkant zitten dan rendiertjes. Deze was, even kijken, €5. Dit zijn van die hele zachte, wollen sokken, zeg maar. Die je gewoon s'avonds lekker aandoet als je op de bank zit. Ik vind het wel fijn, want ik heb van die sloffen die open zijn. Dus daar kunnen deze gewoon lekker uitsteken. Ik vind het gewoon heel erg gezellig. En ik wou gewoon per se van de kerstsokken hebben. Dus deze heb ik ook meegenomen. En dan heb ik ook nog iets in het Sinterklaas thema gekocht van Blond Amsterdam. Dat is namelijk deze. Ik zag deze liggen en ik vond deze echt super leuk. We vieren dit jaar Sinterklaas bij ons. Wij gaan loodjes trekken. Daar zijn we momenteel mee bezig. En met het hele gezin, inclusief mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zus, aanhang, Milan, ik, nou ja, noem maar op. Gaan we Sinterklaas vieren bij ons. En dan is het wel leuk om je huis zoveel mogelijk Sinterklaas proef te maken. En ik dacht, dit is echt een perfecte schaal om wat marsepein op te leggen. En wat, hoe heet dat nou? Rolfondant en een stukje amandelspijs en dat soort dingen. En deze was €24,95. Dat is best wel duur, maar Blond Amsterdam is gewoon heel prijzig. En zoals jullie weten ben ik gek van Blond Amsterdam, dus ik kon deze niet laten liggen. Dus die heb ik ook meegenomen. En ik heb nog heel wat geurkaarsen aangeschaft. Dit zijn niet alle geuren, want van sommige heb ik er meerdere. Dit is mijn favoriete geur, zoals jullie weten. Deze geurkaarsen zijn van Bridgewater. Ik ben helemaal gek van Bridgewater en van Sandchips. Deze steek ik dan zeg maar ook aan en Sandchips. En dan heb ik nog twee geurkaarsen die ik aansteek. En dan ruikt mijn hele huis ruikt dan lekker. Ik krijg heel vaak de vraag van welke geurkaarsen heb je nou? Ik mix alles door elkaar, dus ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Deze is mijn favoriete geurkaars alle tijden. Er staan katoenbolletjes op. Echt, als je ooit ergens bent, ruik aan deze en denk aan mij, want I love it so much. Hier heb ik er 4 van gehaald, maar hier had ik er geloof ik nog 4 van thuis liggen, dus ik heb er nu 8 in totaal of zo. Dus ik kan even vooruit met deze geurkaars. Dan heb ik deze nog gehaald en die heet Carnival Ride. Ik kan niet heel erg goed omschrijven waar die naar ruikt. Ik vind het sowieso altijd moeilijk om geuren om te omschrijven, maar ik ruik een beetje vanille en een beetje roosachtig. Maar hij is in ieder geval ook heel erg lekker. Hier heb ik er 2 van gehaald. En dan heb ik nog 3 echte kerstgeuren. Dit is Cup of Cheer. Hij ruikt een beetje naar dennen, heb ik het idee. Ja, een beetje naar dennenboom. Dennenboom en een vleugje kaneel. En ja, een beetje het idee als je een warme kop winterthee in je hand hebt. Dat gevoel krijg ik hier wel bij. Dus dat is deze. En dan heb ik deze 2 nog. En dit is de ultieme echt. Als je echt voor een kerstgeur wil gaan, dan raad ik altijd deze aan. En dit is Christmas Bliss. En je moet wel van kaneel houden, want deze is heel erg scherp. En deze ruikt ziek erg naar kaneel. Maar ja, dan ruikt wel echt meteen je hele huis lekker. Bij deze hoef je echt een andere geurkaars aan te steken. En dan heb ik nog Mistletoe Wishes. En dit is een blauwige. En hier zitten ook dennen in en kaneel. Eigenlijk allemaal een beetje dezelfde geuren, maar toch weer anders. Ik kan het echt niet omschrijven. Je moet ze echt even gaan ruiken in de winkel. Maar deze zijn in ieder geval super lekker. Oké, en dan laat ik nu weer de 3 laatste dingen zien van deze shoplog. De rest laat ik dus morgen zien in de shoplog van 3 uur. Want anders wordt het simpelweg gewoon echt veel en veel te veel. Ik heb allereerst deze nog gekocht. Dit is steen, maar het lijkt een beetje op hout. En het is een bruin-wit kleur. En die vond ik eigenlijk ook wel prima passen tussen de kleuren die ik heb. Dus deze heb ik ook meegenomen. En deze was €4,59. Ook niet heel erg goedkoop. Deze heb ik volgens mij gekocht bij Loods 5. Maar deze vind ik gewoon echt super mooi. Dus die kon ik ook niet laten liggen. Dan heb ik nog een pakje met kerstbalhaakjes. Dit is best wel must. Anders heb je al die leuke ballen wel, maar dan kun je ze niet ophangen. Mariette dacht dat dat er standaard bij zat, maar dat is dus niet zo. Ik heb deze in zilver gekocht. Ik heb hem later nog in het goud gekocht, want ik heb bijna geen zilveren ballen of zo. En dan bij goud is het wel gewoon mooier om gouden kerstbalhaakjes te doen. Maar hier zitten er in ieder geval 50 in en dat is altijd handig voor reserve. En dan heb ik natuurlijk nog 2 paar kerstballen gekocht. En ik laat deze nu zien en niet in de shoplog van morgen. Omdat je nu goed het verschil kunt zien tussen de goudkleuren en de bruinkleuren die ik heb gekocht. Dit is het verschil in de kleur bruin. Maar ik vind het eigenlijk best wel leuk. Deze waren €3,95 en zijn dus een slag kleiner. En hier zie je ook het verschil in de kleur goud. Deze zijn wat meer geelgoud en deze zijn wat meer oranje goud.
Deze waren ook een slag kleiner en ook €3,95. En dan het allerlaatste wat ik in deze shoplog laat zien is dit vogeltje. Het is niet echt een kerstitem. Ik heb deze al neergezet. Die heb ik ook gekocht bij Loods 5. Ik durf niet meer te zeggen hoe duur die was, maar ik dacht €1,50. Die staat al leuk om het tv-meubel. Maar deze vond ik heel erg schattig. En hij heeft ook een beetje dat bruinige koperkleur. Dus ik dacht, die moet ik ook zeker meenemen. Oké, dan was dit kerstshoplog deel 1. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Laat even in de reacties weten welke kleur jouw kerstboom heeft dit jaar. Ongeacht of dat je eigen kerstboom is of de kerstboom van je ouders. Wij hadden bijvoorbeeld thuis altijd alle kleuren van de regenboog. En toen daarna ging ik zelf over naar zilver en blauw. En daarna heb ik eigenlijk de overstap gemaakt naar goud en bruin. En daar ben ik altijd blijven hangen. Maar laat het zeker even weten, want ik vind het altijd super enthousiast voor welke kleuren mensen nou kiezen. Want ja, ik weet niet. Ik vind het altijd grappig dat mensen echt een hele andere smaak hebben op kerstballen en dingen. En mocht je deze video leuk vinden, geef het dan zeker even een like. En vergeet niet op mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie morgen weer met kerstshoplog deel 2. Bedankt voor het kijken. Doei doei! Oh.